Goedemorgen. Kijk naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we enkele wolkenvelden boven de noordelijke helft van Nederland. Dat zijn hoge wolkenvelden die gestaag richting Duitsland wegtrekken. Dat gebeurt dus vrij vlot in de loop van de ochtend, en op steeds meer plaatsen gaat dan de zon flink schijnen. Het wordt daarmee een heerlijke ochtend, er staat weinig wind en de temperatuur loopt op naar zo'n 20 graden halverwege de ochtend. En vanmiddag wordt het dan echt warm. In het binnenland 25 tot 27 graden, op de stranden 22 tot 24 graden. Matig windje zorgt voor lichte verkoeling op de stranden. Vanavond een mooie zomeravond, flinke zonnige periode, geen dreiging van buien of wat dan ook. Halverwege de avond is het 23 graden. Morgen wordt het warmer, 25 tot 28 graden, op de warmste plekken in Noord-Limburg en Oost-Brabant misschien zelfs 30 graden. Vol op zonneschijn, opnieuw weinig wind, geen dreiging van wat dan ook. Woensdag is dat anders, dan gaat het heet worden. 28 tot 32 graden, op de warmste plek 34 graden. Er is kans op enkele onweersbuien in de loop van de middag en avond, maar op uitgebreide schaal verwachten we nog niet. Hou wel de berichten in de gaten, want het wordt een bloedhete dag. Na woensdag gaat de temperatuur weer iets naar beneden, maar blijft zomers. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.